We kunnen zo niet doorgaan. 10 jaar oud en nog steeds geen meisje. Ja, dit wordt te gek. Hey, hallo daar, apenkoppen. Moet je kijken, de nieuwe trainingscatalogus. Ze hebben alle soorten toestellen die je maar kan voorstellen. We kunnen onze eigen sportschool beginnen. Ga toch weg. Wij hebben geen interesse in die stomme ideeën van jou. Zo is het. Wie heeft er nou belangstelling voor die stomme postordertroep? Wij hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Maar sportscholen trekken massa's meiden aan. Als je ergens een sportschoolhouder ziet, dan wordt er altijd omringd door mooie meiden. Echt waar? Ja, bloedmooie vrouwen. Voor niks, zei je dat? Dit spul ziet er veel te duur uit. Nee! Kijk maar eens, de geheime doos. Voor maar 10 gulden ontvangt u een willekeurige selectie van 5 kwaliteitsproducten uit ons assortiment van gezondheids- en fitnessartikelen. Die u samen een effectieve allround spiertraining garanderen. U mag dit aanbod niet missen. Franks Fitnesscentrum. Die meiden worden nog wild. Nu alleen nog een handtekening van een volwassene. Ach, wat een leuke verrassing. Wat kan ik voor jullie doen, jongens? We verzamelen handtekeningen voor de jaarlijkse boetedoeningsdemonstratie. Ter herinnering aan wat paas ook weer betekent. Het spijt me, jongens. Dat soort dingen is niet aan mij besteed. Hé, shit. Waarom moet voor iets dat leuk is toch altijd een volwassene tekenen? Zo gaat het nou altijd. Ik weet wat. We doen alsof we volwassen zijn en zetten zelf onze handtekening. Maar ze zien aan de handtekening dat we kinderen zijn. Ach, wel nee. Ik hoop voor jou dat dit wel meiden oplevert, Jerry. 47. Huh? 48. 49. 50. Het was geweldig, Tony. En, wat zei ik jullie? Meiden zijn gewoon gek op jongens die met dat soort gewichten trainen. Waar heb je het over? Dit is toevallig wel een Hunkelmatic 2000. Het allernieuwste apparaat van Trainix. Maar daar zal je wel nooit van gehoord hebben. Tuurlijk wel. Ik ben een verschrikkelijk trainingsbeest. Verschrikkelijk trainingsbeest, hè? Jij? Waarom laat je dan niet even zien hoe goed jij wel niet bent? Ga je gang maar op, schepper. Kunnen we zien of je buikspieren hebt? Oké. Trekken! Stoppeling! Sorry, het was niet mijn bedoeling. Stomme kluns, hier ga je spijt van krijgen. Hier ben ik voorlopig wel veilig. Je bent erbij, Frank. Wacht maar af dat ik het mijn broer vertel. Hij wil je helemaal met elkaar slaan. Je kan maar beter hier blijven, bangerik. Bangerik? Ik? Nooit. Ik heb een beetje rust nodig, meer niet. Kan ik nadenken? Ik heb grote plannen, weet je. Oh ja? Wat dan? Ha! Dat raad je nooit. Ik begin mijn eigen sportschool. Nee, maar is het niet geweldig? Zeker omdat je zo goed bent in alles. Frank? Jij, wacht maar tot ik je te pakken krijg. De geheime doos. Eindelijk. Gefeliciteerd. U bent nu de trotse bezitter van onze Trainex-apparatuur. Een topassortiment van fitnessproducten van de beste kwaliteit. Deze doos bevat een moderne plastic sporttas. Buikspieroefening. Gooi de bal zo ver mogelijk weg en ga hem dan weer halen. Doe dit 50 keer. Armspieroefening. Doe de handschoenen aan, loop naar een boom toe en probeer hem om te gooien. Beenspieroefening. Leg het touwtje op een vlakke ondergrond. Spring eroverheen met je benen bij elkaar. Heen en weer 10 minuten lang. En een sportpak van pure nylon. Een modieus kledingstuk dat u zeker zal stimuleren en waarvan u bij uw trainen veel plezier zal hebben. Het ziet er wonderlijk uit, maar misschien helpt het wel tegen luchtweerstand en zo. Je kan niet verwachten dat alles perfect is in een geheime doos. Oh nee! Dit is professionele apparatuur. De meiden zullen er gek op zijn.
Wat? Een sportschool beginnen? Een bal, een stukje touw en een handschoen? Dit is wel het zieligste wat ik ooit heb gezien. Besef je dan niet dat je bent belazerd? Wie, ik? Die spullen zijn van Jerry. Ik begin pas morgen en ik pak het professionele aan. Oh ja, met een balletje en een waterslang zeker. Je kan maar beter wat verzinnen, Jerry. Ik moet de meiden een complete nieuwe sportschool laten zien. En het moet wel een goeie zijn deze keer. Er is niets aan de hand. Maak je geen zorgen. We kunnen net zo goed aerobics met ze doen. Aerobics? Wat is dat? Je beweegt een beetje op muziek, met een aerobics trainer en zo. Het is tegenwoordig dé fitnessmethode. En de meiden, die zijn er dol op. Dus aerobics trainers zijn nogal populair, hè? Populair? Het is een rage. Het enige wat we moeten doen is een paar nepapparaten bouwen, zodat het er gelikt uit gaat zien. Is dat alles? Misschien moet je toch ook een paar aerobic pasjes leren. Geven ze dan nooit op? Ha! Moet je Frank eens zien? Wat is hij aan het doen? Zo te zien doet hij nu aan aerobics. Onze stad heeft het lang genoeg zonder goede sportfaciliteiten moeten stellen. Het doet me daarom veel plezier om jullie welkom te heten op de opening van Franks Fitnesscentrum. En hiermee verklaar ik het fitnesscentrum voor geopend. Welkom. Is dit niet geweldig? Dit staat er voor de show. Ik bedoel, voor een zeer speciale training. Onze specialiteit is natuurlijk aerobics. Kan je laten zien hoe het werkt, alsjeblieft? Dat is vrij eenvoudig. Je trekt gewoon aan die hendel hier. Oké, zijn jullie klaar om te zweten? Wat een puinhoop. Laten we er vandoor gaan. Nee. Laten we het spelletje nog even meespelen. Vertrouw me maar. Ik ben iets van plan waardoor dit uitloopt op een nog veel groter fiasco. Daar gaan we. Rechterbeen. Linkerbeen. Armen omhoog. Rechterbeen. Wauw, Frank. Dat was vermoeiend. Ik ben helemaal kapot. Jullie soms niet? Oh, en of? Dat was de beste aerobics training die ik ooit heb meegemaakt. Dat kan je wel zeggen. En we hebben een paar heel leuke vriendinnen die hier gek op zullen zijn. Je bent perfect, Frank. Ja, eindelijk. Bereid jullie maar voor op een meideninvasie, jongens. Willen ze meiden? Die kunnen ze krijgen, hoor. Joehoe! Wordt hier een aerobics les gegeven? Oh nee, ik wist wel dat er hier iets niet klopte. Oh nee, hoe komen we in vredesnaam van die monsters af? Flitsend, Frank. Nou, Frank, wanneer gaan we eindelijk beginnen? We kunnen haast niet wachten. Ze hebben dus toch genoeg mensen voor die zelfkastijding gevonden.